Ben jij een creatieve, snel denkende ondernemer? Intens, hoogintelligent? Ben je gedreven, nieuwsgierig en wil je continu nieuwe dingen creëren? Heb je een enorme scheppingsdrang? Wil je daar een verschil in maken? Komt alles van wat rond jou gebeurt heel intens bij je toe? Triggert dat weer jouw hersenen om weer nieuwe creatieve ideeën te produceren? En is die wisselwerking een enorme energiegever voor jou? Is alles enorm intens en zou je overal met alles wat je bezig bent het woord te ervoor durven zetten? En als gevolg daarvan gebeurt het soms wel een keer dat je in conflict komt met je collega's of in conflict komt thuis, omdat je gewoon enorm veel dingen in ene keer in je hoofd wil verwerken en dat dan naar de maatschappij toe smijt en dat die dat niet gelijk kan ontvangen zoals je daarmee bezig bent? Ben je volgens de meetlat van de maatschappij succesvol bezig? Voldoen je aan alle geldende normen van succes, maar heb je zelf zo'n knagend gevoel dat je niet genoeg een verschil kan maken? Dat er toch iets anders, iets meer moet zijn, dat er toch iets ontbreekt? Dat je eigenlijk bergen werk verzet en bergen realisaties doet, maar dat er toch net iets ontbreekt die jou echt gelukkig kan maken? Dat je nog meer zaken zou kunnen veranderen? Ben je zo iemand die continu nieuwe opportuniteiten ziet, nieuwe projecten wil opstarten, vol creatieve ideeën en daarom soms je eigen een beetje voorbij galoppeert, waardoor je op niveau van werk of thuis of qua gezondheid steken laat vallen en het gevoel hebt dat je mensen teleurstelt terwijl je toch al zoveel doet? Ben je zeer trouw en loyaal? Stel je gigantische hoge eisen aan jezelf? Ben je snel verveeld, ook snel geprikkeld? Heb je een eeuwige innerlijke onrust die gelijk niet te stillen is? En zorgen al die kenmerken ervoor dat je soms een sterk gevoel van anders zijn hebt? Dan voldoe je zeker aan de intakeparameters voor ons traject, ons groeitraject naar een meer en evenwichtig succes, het COVID-traject voor hoogbegaafden en sneldenkenden. Wie zijn wij? Ik ben Rudo van Overbeken. Ik ben in hoofdberoep Solution Manager bij Zenito, het toekomstige Liantis. En in bijberoep ben ik medeoprichter van Chromi Coach samen met mijn vrouw en coachen wij hoogbegaafde kinderen en volwassenen. Naast mij heb ik het team voor dit traject versterkt met Karin Janssens, die oprichter is van het Kiesbureau en die vooral ook gespecialiseerd is in groepsdynamiek. Die is dus gaan helpen om te zorgen dat het knettert in ons traject en dat we dus samen heel veel feller gaan groeien. Het volledige traject is gebaseerd op de zeven eigenschappen van goed leiderschap van Covey. In een notendop, wat zegt Covey eigenlijk? Hij zegt, je moet eigenlijk eerst aan je eigen werken voordat je in relatie met anderen kunt groeien. En dus wat zegt hij? Je start van een positie van afhankelijkheid. Dat is een positie waarin dat eigenlijk alles extern wordt bekeken. Als mijn baas nu maar een keer dit doet, als die nu maar een keer dat doet. Dus je bent eigenlijk in alles wat je doet afhankelijk van derden. Wat moet je dan doen? Welke eigenschappen moet je jouw eigen aanleren om daar uit kunnen breken? Dat is één, je moet beseffen dat je proactief kan zijn. Proactief wil eigenlijk zeggen dat je altijd de keuze zelf in handen hebt van wat je doet. Wat je overkomt, heb je niet altijd in handen, maar je hebt altijd de keuze hoe je daarop zal reageren. Dus dat is de eerste eigenschap en eigenlijk de belangrijkste eigenschap, de voorwaarde om te kunnen groeien. Als je eenmaal beseft dat je de keuze zelf in handen hebt, dus dat je aan het stuur zit, is de tweede eigenschap, begin met het einde voor ogen, dat je ook goed weet naar waar je naartoe wilt. Want ja, het is één ding dat je weet dat je kan kiezen, maar als je niet weet wat je eigenlijk wilt, is het toch niet ideaal, kan je toch niet de juiste keuze maken. Als je dan ook weet waar dat je wil geraken, is je derde eigenschap, de belangrijke zaken eerst, dat je ook je planning daarop afstemt. Dus dat je de dingen die belangrijk zijn vooraan in jouw planning gaat steken. Dus je weet dat je zelf kan kiezen, je weet waar je naartoe wilt. En je weet dus ook dat je je eigen daarna moet organiseren, dat jij die stappen moet zetten. En dan kom je op het punt van overwinning op jezelf. Dus dan ga je van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid komen. Dus je hebt het volledig zelf in handen. Jouw leven heb je onder controle. Natuurlijk, in deze wereld leef je niet alleen. En daar komen de drie volgende eigenschappen in. Dus in relatie tot anderen heb je drie eigenschappen die je dan moet ontwikkelen. Eén, denk win-win. Het is heel belangrijk van uit te gaan van een situatie van overvloed. En als je dus in onderhandeling gaat met mensen, als je stappen vooruit wilt zeggen, moet je altijd zoeken naar een positie waar beide partijen de grootst mogelijke stap vooruit kunnen zetten.
Nu, hoe doe je dat? Daar kom je op eigenschap 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Het is cruciaal als je in relatie met andere mensen staat, dat je ook door en door begrijpt wat de andere persoon zijn perspectief is. Dus eerst begrijpen en dan begrepen worden, wil zeggen dat je eerst maximaal je best doet om te begrijpen wat de andere persoon wil vertellen, maar dat je daarin ook jouw eigen mening niet verloochent en dat je daarachter dus ook zo goed mogelijk tracht uitleggen aan die persoon wat jouw visie is rond het verhaal. En als die vierde en vijfde eigenschap goed werken, ga je automatisch in je zesde eigenschap komen, creëren synergie. Dat is een situatie waarin 1 plus 1 3 is. Dat doordat je dat blind vertrouwen hebt met elkaar en dat je open staat voor elkaars mening, kan er een nieuwe, andere oplossing uit voortvloeien die geen van beide partijen had kunnen voorspellen. En dan kom je op een situatie van wederzijdse afhankelijkheid. Dus je hebt het stuur in eigen handen, maar je bent eigenlijk ook een stuk afhankelijk van de mensen rondom u om die lat nog gigantisch veel hoger te kunnen leggen. Dus dat zijn de 7 eigenschappen van Covey en dat is het basis van dat traject. Nu, ik heb al verschillende keren de vraag gekregen, ja maar Rudo, van ja, Covey, dat is toch voor iedereen. Waarom is specifiek in dit traject die als doelgroep heeft snel denken en hoogbegaafde volwassenen? Wat maakt Covey voor verschil? Ik vond dat een heel terechte vraag en ik heb er ook goed over nagedacht, omdat eigenlijk Covey bij mij de basis was om grote stappen vooruit te kunnen zetten, terwijl ik op dat moment zelf nog niet wist dat ik hoogbegaafd was. Dus eigenlijk, hoogbegaafdheid en sneldenkende mensen is een heel complex gegeven. In een notendop, welke kenmerken hebben. Dus je zei hoogsensitief op x aantal vlakken, ofwel hè, ze zeiden zo een half ADHD-typeke, of je zei emotioneel heel gevoelig en heel betrokken. Je hebt ook je zijnskenmerken die enorm spelen, dus je perfectionisme, waardoor dat je lat eigenlijk altijd veel hoger ligt dan de mensen rondom je. Dat enorm rechtvaardigheidsgevoel, die ook nogal een keer een beetje een vloek kan zijn, omdat niet iedereen dat aanvaardt dat je je gaat moeien met zaken die eigenlijk niet direct op jou betrokken zijn. Dus je kritische ingesteldheid, hè, en daarom is nooit een antwoord. Dus je goed gevoel daarvan als iemand in de ruimte komt en hij zegt iets anders dan dat zijn lichaamstaal vertelt, dat je dat heel snel aanvoelt. Dus je hebt een hele hoop kenmerken als persoon, als hoogbegaafd en sneldenkende persoon. Die maken dat bij veel hoogbegaafden er conflict situaties met anderen kunnen ontstaan. En dat zit dan in die eerste 3 eigenschappen. Als je je eigen door en door kent en je terdege bewust bent van die eigenschappen, maar je houdt daar rekening mee en je zorgt dat je in je interactie met andere mensen die eigenschappen ook op zo'n manier gaat zelf beslissen hoe je daarmee daartegenover gaat staan, dan heb je meer controle over je leven. In de omgekeerde richting, de volgende 3 eigenschappen, door het feit dat dit COVID-traject in groep gaat gedaan worden, gaan we dus door de synergie tussen de mensen die dit traject gaan volgen, gaan we dus onze lat nog veel hoger krijgen, omdat we ervaringen gaan delen en we gaan ook van elkaar dingen leren van, oh ja, oké, okay, als je zo enorm kritisch bent en je komt in een bepaalde situatie, ja, hoe ga jij daarmee om? Oké, als ik dat, ah ja, ik kan dat misschien ook wel zo gebruiken. Oké, als ik dat zo zou doen, ja, dan is misschien de kans groter dat ik een conflict kan vermijden zonder mijn mening te moeten gaan verloochenen. Dus het is eigenlijk die combinatie van factoren van het goed beseffen wat uw hoogbegaafdheid, sneldenkende persoon is, gecombineerd met die 7 eigenschappen, waardoor dat je eigenlijk van die hoogbegaafdheid, van in plaats van een vloek, zoals veel mensen dat zien, eigenlijk een kwaliteit, een talent kan maken. Een talent dat je kan gebruiken om in je eigen onderneming, in je gezin, in het bedrijf dat je werkt, echt een verschil te kunnen maken. Dus die 7 eigenschappen van Covey hebben wij vertaald in een traject van 3 maanden. Heel belangrijk daarbij is al aan te geven bij de start, zoals ook in het boek staat van Covey, dat dat geen quick fix program is. Het is niet dat met de 3 stapjes rap te doen dat uw hele leven beter gaat worden. Dus dit vraagt een serieuze investering, dit traject. Dit gaat tijd en energie vragen, maar ik garandeer als je die stappen zo doordoet, dan ga je ook een enorm verschil merken na een paar maanden. Nu in het eerste weekend wordt het direct heel pittig en gaan we op de 3 eigenschappen al aardig inzoomen. Eerste eigenschap, dus het besef dat je de keuze heel fel in eigen handen hebt. Gaan we verschillende oefeningen rond doen, waarin dat we ook gaan analyseren in relatie met anderen
waar dat je een conflict gehad hebt, gaan we evalueren van, tja, als je dat dan op een andere manier meer proactief had aangepakt, zou het dan het resultaat anders geweest zijn? We gaan ook analyseren hoe ver sta je eigenlijk al met je COVID-eigenschappen, want het feit dat je als ondernemer een succesvolle zaak uitgebouwd hebt, wil zeggen dat je ook bepaalde dingen goed aan het aanpakken bent, mogelijk onbewust. Door daar verder op in te zoomen, ga je je bewust worden waarom sommige dingen wel werken en andere niet. Dan tegen de avond gaan we overgaan naar de tweede eigenschap, wat een vrij pittige is. Dus dan gaan we op zoek naar wat eigenlijk jouw einddoel is. Wat is jouw ultieme droom? Wat zou jou echt, echt, echt gelukkig kunnen maken? Om dan in de tweede dag van het weekend al de eerste tip van de sluier op te lichten rond dan, oké, hoe gaan we dat dan prioriteren? Hoe gaan we ons time management organiseren? Nu, in het eerste weekend is het vooral de bedoeling u bewust te worden van uw situatie vandaag en de eerste drie eigenschappen. Dat weekend een maand op ontdekkingsreis gaat, een dikke maand, het zal ongeveer 6 weken zijn, waarin we wekelijks verschillende observatieoefeningen gaan doen. We gaan die goed uitleggen in dat weekend. Met tot doel van eigenlijk door observatie de dingen meetbaar, zichtbaar te maken. Nu, gezien dat die 6 weken is best lang, voorzien we dat er één via een Yammer-site dat je vragen en ervaringen kunt delen met de andere cursisten. Dus zodanig dat die interactie in die 6 weken zeker kan blijven als je iets tegenkomt of een idee hebt. Of iets dat je wilt meegenomen ziet in de volgende dag dan. Daarnaast zal er ook individuele online coaching voorzien worden. Als je ergens vastloopt of je hebt een vraag waar dat je eigenlijk een one-on-one rond wilt hebben. Dan is er een mogelijkheid voor ook via online coaching nog verder die eigenschappen uit te diepen en die oefeningen uit te klaren daar waar je zou vastlopen. Tweede dag weer op de supersetting, waarin dat we dan op basis van al het materiaal, al de observaties die je meegebracht hebt, plus eventueel al de ervaringen die je ondertussen hebt verkregen en misschien al aanpassingen die je gedaan hebt in hoe je in interactie gegaan bent met de mensen, gaan we dat verder analyseren, dus ervaringen delen. En dan gaan we kijken hoe vertalen we dit nu naar een actieplan, want dat is natuurlijk ons einddoel, dat we grenzen verleggen. Een actieplan, op dat moment gaan we ook die nieuw ontwikkelde agenda van Gromy Coach erbij pakken, omdat het dan de bedoeling is dat we dus de derde eigenschap gaan beginnen implementeren en dat we dus gaan kijken, oké, dat zijn onze doelen, daar zijn we vandaag. Oké, wat is nu een stappenplan om dingen te realiseren en hoe gaan we dan managen dat we met de 24 uur die we hebben effectief gaan toekomen? Want bij veel onder jullie zal ook het probleem zijn dat je 1000 projecten hebt en dat je ze allemaal superleuk vindt en dat het eigenlijk op het einde van de rit moeilijk begint te worden om dat allemaal nog gemanaged te krijgen. Dus er moeten keuzes gemaakt worden, er moet geprioriseerd worden, er moet bewaakt worden dat je ook genoeg tijd hebt om te recupereren. En daarvoor is die agenda ontwikkeld. Nu, die agenda is in een draft ontwikkeld. Eigenlijk is het de bedoeling dat in de maand daarop in praktijk probeert te brengen. Dus dat je dat continu optimaliseert gedurende x aantal weken. Zelfde techniek. Bilateraal via Skype als je extra ondersteuning of coaching nodig hebt. Via een Yammer kan de ervaringen ook delen. Maar het is ook de bedoeling dat we die agenda gaan bijsturen en aanpassen op basis van jullie ervaring. Dus in een vorm van co-creatie gaan we die agenda nog een niveau hoger lichten, zodanig dat we tot een werkinstrument komen waarvan ieder van ons heeft van ja, dit werkt, hier krijg ik mijn dag wel mee gemanaged en hier krijg ik mijn doelen vlot mee bereikt en het geeft een vorm van rust in alle honger en energie die ik eigenlijk heb om dingen te krijgen. Dag op 19 januari, idealiter was het 1 januari geweest, maar dat is natuurlijk niet zo goed organiseerbaar. En dat is eigenlijk de synthese dag, waarin dat we alle ervaringen nog een keer gaan overlopen, de ervaring met die agenda ook gaan bekijken. En waarin dat we dan gaan kijken, eigenlijk het is de bedoeling dat je dan zou komen tot op nieuwjaarswensen voor 2019. Met doelen die geen dromen zijn, maar perfect realiseerbare goals zijn die je in de loop van 2019 wilt realiseren. En daarmee heb je het traject van 3 maanden dan gehad, waarin je dus eigenlijk hopelijk enorm gegroeid bent in 1. Het scherpstellen van jouw doelen, het bewust zijn van eigenlijk de continue uitdagingen die je gaat blijven hebben om dat te managen. Het is niet dat na die 3 maanden al je problemen verdwenen is. Het is een continue oefening. Het is ook sowieso zo van gelijk hoeveel je groeit,
Je hebt altijd honger naar meer en nieuw, dus ze gaan altijd die technieken moeten verfijnen. Maar na die 3 maanden ga je dankzij de groepsdynamiek toch samen enorm gegroeid zijn en veel ervaring gedeeld hebben. We gaan zeker die Yammer-site daarachter nog online laten, zodat je daarna ook nog met medecursisten kan ervaringen delen en we mogelijk die agenda nog verder kunnen verfijnen. Zo, dat is eigenlijk het volledige traject van COVI. Om te zorgen dat voor dit traject we tot een stevige groep komen van mensen die toch op hetzelfde niveau zitten, start het met een volledig gratis intakegesprek, waarin we nog een keer in one-on-one 1 gaan aftoetsen of dat dit wel echt het traject is waar jij naar op zoek bent. En om een keer te kijken of jij een persoon bent die geschikt bent voor dit traject mee te doen. Ben je geïnteresseerd in dit traject, dan stel ik voor dat je naar covi.chromicoach.be surft en daar uw gegevens achterlaat. En dan zal ik zo snel mogelijk met u contact opnemen. En hopelijk word je dan deel van de groep om binnen een kleine maand samen dit groeitraject te doen.